Nou, ouders, allemaal heel hartelijk welkom. Broertjes en zusjes ook. En ik ben echt heel blij, heel oprecht blij dat jullie erbij kunnen zijn. Vandaar in twee groepen, ja, jammer. Bij een musical komen heel veel talenten kijken. En dan denk je altijd aan zingen en dansen en toneelspelen. Maar het begint van tevoren al met het decor opzetten. Kinderen moeten sjouwen. Dan moeten er allemaal doeken opgehangen worden. Alles wat getekend wordt, moet ook weer geschilderd worden. Ik heb dat niet gedaan, de kinderen hebben het zelf gedaan. Dan moet het opgehangen worden, dan moet een achtbaan gemaakt worden. Er zijn kinderen die hebben zitten pieterpeuteren met elektriciteitsbuizen, gaatjes ingeboord, kleine stukjes eraan vastgeknoopt met ijzerdraad. En je ziet, er is nogal wat achtbaan. Er zijn leuke dingen ontworpen, er zijn kinderen die hebben echt een technisch inzicht. Er zitten er twee achter. Bij licht en geluid, die hebben alles helemaal alleen gedaan. Die konden het zelf onder de knie krijgen. Nou, als je mij vraagt, waar moet het ding aan of uit? Ik heb een flauw idee. Die kinderen, die regelen alles. Die zie je niet. Eentje van de twee, die speelt de rol. Die andere, die zie je niet. En dat was de baas. En die moest alles regelen. Daarna moet ook alles weer opgeruimd worden. Er moeten kleren verzameld worden. Er moet iemand even een klein toeterconcertje in studeren. Dan moeten dansjes gemaakt worden, moet door kinderen aangeleerd worden. En een moeder, die was ook zo fijn, die kwam ook dansjes aanleren met de kinderen. Dus niet alleen een hele knappe moeder deed het, maar ook een paar kinderen deden dat. Dus alle talenten zijn echt aangeboord. En we hebben van alle talenten ook 200% gebruik gemaakt. Dat hadden we ook wel nodig. Een musical is altijd een, dit is echt een hele grote productie geworden. We hopen echt dat jullie gaan genieten. Ik moet even waarschuwen, als je niet zo goed tegen hartgeluid kunt, dan doe je even je oordoppen in, want soms zingen ze oorverdovend hard. En enthousiast. En ik ga eventjes Sterren en Jorn vragen om hier te komen, want die gaan iedereen aan jullie voorstellen. Maar ik ga eerst even vragen, licht en geluid, zijn jullie klaar? Ik zie een duim. Achter de coulissen, zijn jullie klaar? Ja! Dus wij gaan beginnen. Sterren en Jorn, zijn jullie klaar? Ja. Oké, daar komt-ie. Succes allemaal! Goedenavond, welkom bij de musical van groep 8 Over de Koop. We gaan beginnen met de rolverdeling. Het is degene die de beste foto's kan maken en de baas van het dorp. Fotograaf en burgemeester, gespeeld door Hugo. Degene die de beste pannenkoeken kan bakken. Onze pannenkoekenbakker Pelle, gespeeld door Guus. En dan de nachtwaker van Ruikrijk, Morris, die speelt Nico. Het meisje dat goed kan tekenen, Jackie, gespeeld door Olivia. En dan de stoerste van vandaag, Willem, gespeeld door Tigo. Hier hebben we de jongeren die in alle pretparken zijn geweest. Rick, Ronnie, Roxy, gespeeld door Simon, Brian, Fallon. En het is de kleinste en ook de dikste van vandaag. Kabouter en Gijs, gespeeld door Sven. De beroemdste vlogger van de wereld, je kent haar allemaal wel. Monica Kneuze, gespeeld door Demi. Dan de bazen en de directie van Ruigrijk. Jennifer, Denise en Melissa, gespeeld door Maaike Mees en Mout. De allerslimste van de wereld, professor Verder, gespeeld door Kasper. Dan de ergste kokkers die er zijn, Bea van Buren en Jort Zolder, gespeeld door Jaden en Thomas. Kokjes! Onze vertellers van het verhaal, de herauten, gespeeld door Joran en Tigo. Ze vliegt niet hoog, maar het is mevrouw Laagvlieger, gespeeld door Geneviève.
ontwerper van de oneindige achtbaan, Bea Bouwval, en de beste tovenares, Hex, gespeeld door JC. Dan hebben we nu de oudste, meneer Pieker, gespeeld door Mats. De beste presentatrices, Rapontje Staks en Roosje van Doorn, gespeeld door Laura en Otte. Applaus. En dan degene die altijd op zijn tapijt aan het vliegen is, vaak hier, gespeeld door Lars. Onze beroemde zangeres kan niet stilstaan, Clemens Krijs. En degene die grootmoeder koekjes kon brengen, Roodkapje. En het hardwerkende hulpje van Clemens is Floor, gespeeld door Chrissy. Chrissy speelt ook de allerlangste van de musical, Langnek. Dan de eerste bergbeklimmer is Hans, gespeeld door Sterren. En Helmut, gespeeld door Joran. Geef een hartelijk applaus voor de vrijwilligers. Jaden, Lars, Fellen, Simon, Joran, Sterren, Brian en Alex. En dan de mensen die het meest zin in hebben om pannenkoeken te eten. De klanten van Pelle, Sterren, Morris en Joran. Geef een hartelijk applaus voor de parkbezoekers. Sterren, Mats, Joran, Brian, Fellen, Simon, Hugo en Lars. En dan bovenin zit de mens van licht en geluid, Joran en Kasper. Geef een daverend applaus voor de showers, Joran en Morris. Dit was het. Ga nu beginnen met de musical. Er was eens een sprookje, een prachtig verhaal, vol spanning en passie en veel kabaal. Het ging over Jackie, die kleine meid, was het grootste tekentalent van haar tijd. Het speelde zich allemaal in Ruigrijk af, waar Jackie zich alle dagen begaf. Een schip en park met veel te doen, attracties verborgen in het prachtige groen. Maar plots op een dag, de wazen ten top, zijn Jackie's leven compleet op zijn kop. Hoe loopt dit af, dat volk gezwind in dit verhaal dat nu begint? Thank you.
ben je vroeg vandaag? Ja, Nico, dat komt omdat ik vandaag een record aantal pannenkoeken ga verkopen. Ik voel het. Zo. Mooie plannen. Zeker omdat vandaag die challenge begint. Precies, het wordt een echt feestweekend. De zoekers zullen er nog meer zin in hebben en nog meer pannenkoeken eten. Zo, dat denk ik dan maar ga ook een open maken. Papier, hier, papier, hier. Dank u wel. Ik was de bliksem aan de slag. Ik bedoel aan het beslag. Een record aantal pannenkoeken ga ik vandaag bakken. Succes, Pelle. Berg ze. Jij ook, Nico. Kijk eens, de laatste cijfers. Onze website wordt ontzettend goed bezocht. Heel veel kids houden van rollercoasters. En dan nu Ruigrijk. Zo vet dat we vanavond eigen ontwerp mogen pitchen. Ja, maar we hebben nog alle tijd om eerst een achtbaan te testen. Wat dacht je van die daar? De drakendoder. Ja, die lijkt me zo cool. Hij gaat 3 keer over de kop en dan krijg je de keukentrekker nog, hè? Heel dik, veel airtime en super vette zijwaartse G-krachten. Kelbeck, horseshoe, alles heeft hij. En bovendien tikt hij de 90 km per uur aan, een van de snelste van Europa. Maar we moeten eerst nog wachten op Roxy, ze kan hier zo zijn. Nou, gozer, we zijn binnen. Eens piek waar moet je zijn. Ik was zo even vroeg zijn, hè, kerel. Ik lag dus net in de mantel, ik moest er alweer uit. Vertel mij wat, oude nachtbraak, ik ben gebroken. Kan ik alvast even bestellen? Oh, dat ruikt. Natuurlijk mevrouw, met suiker, stroop, kaas, spek, zegt u maar. Doe er maar in met alles erop en eraan. Het is tenslotte een speciale dag. U bedoelt voor de challenge? Jazeker, en ik ga winnen. Vergeet het maar, ik ga winnen. Geef u maar gewoon een ouderwetse pannenkoek met stroop, alstublieft. Voor de pannenkoekbakker. Beste bezoekers, welkom in ons prachtige attractiepark Ruigrijk. Dat vandaag precies 88 jaar bestaat. Dit is het weekend van de achtbaan challenge, waar u wellicht al veel over heeft gehoord. Wie heeft onze 8e achtbaan ontworpen? De prijswinnende achtbaan die ook daadwerkelijk zal verrijzen in ons prachtige park. U bent vanaf vanmiddag 3 uur alle van harte welkom voor deze grote show. Nou, kerel, het wordt appeltje uit voor ons. Moet jij eens opletten. Volgend jaar staat een achtbaantje om de dikke vingers van ons bij af te likken. Jij zegt, maat, ons plan is super geniaal. Dacht ik zo. Kom, dan moeten ze sproeien met een glaasje of 2, 3. Au, maak mijn 4 of 5 gaan. Die kant op. Nou, zeg. Het is toch niet te geloven dat die twee vreselijke kakkers ook kandidaten zijn van de achtbaantje. Gelukkig zijn ze geen partij van mij. Ik heb zo'n briljant nieuw attractie verzonnen. Geloof me, ik ga winnen. Nee hoor, ik ga natuurlijk de challenge winnen met mijn revolutionaire achtbaan. En nu een pannenkoek. Oh ja, wacht. De eerste was voor mij. Check ik naar de wolken. Echt iedere dag, waarin zij dan allerlei vormen zag. Kastelen, een draak en een dansende beer. En heel veel achtbanen penden ze neer. Als ik later groot ben, zo droomde zij, is achtbanen bouwen wel iets voor mij. Maar Jack was onzeker en bang bovendien. En niemand mocht ooit haar tekening zien. Nu nam zij haar allergrootste papier en tekende er met onwijs veel plezier. De mooiste, de hoogste achtbaan op, die achtbaan ging wel 8 keer over de kop. Hey, mom!
Sanne. Roxy. Hey Rick. Hey Ronnie. Hoe ben je laat, joh? Ja, sorry. Ik was mijn sleutels kwijt. En toen ik nog net nog op tijd de bus haalde, was ik mijn OV-kaart vergeten. Ja hoor. Typisch Roxy. Vergeet achter, vind je ze niet. Maar je bent er. Kijk eens, dat waren de drakendoder. Wauw. Gaan we die testen? Zullen we eerst een foto maken voor onze website met ons Rob? Ja, tof. Hoi. Wil je misschien een foto van ons maken? Ja hoor, is goed. Staan we zo goed? Even kijken. Ja, mooi. Met die waanzinnige wolken erachter. Super bedankt hoor. Wauw. Heb jij dit getekend? Nee, niet kijken. Wacht. Heel cool. Gaaf achtbaan, joh. Ja, maar ik wil liever niet. Zo, hey. Dick? Het is niet de bedoeling dat jullie dat zien. Waarom niet? Jij kunt geweldig tekenen, joh. Zit je onder kunstles of zoiets? Nee hoor, het is gewoon mijn hobby. Zo vet hoe die achtbaan door de wolken gaat. Knap werk, man. Maar als je in Ruigrijk bent, kun je toch beter in een achtbaan gaan in plaats van er een te tekenen, toch? Tuurlijk, maar ik ben hier bijna elke dag. Ik woon om de hoek en heb een abonnement. Ah, zo! Je zou eigenlijk mee moeten doen met de achtbaan challenge. Ik? Ja, man. Met dit geweldige ontwerp. Nou kom, wij gaan de G-kracht eens opzoeken. Ja, zin in. Nou, doei. Doei. Papier, hier. Papier, hier. Dank u wel. Beste bezoekers, tot onze grote spijt is Pelle's pankoekenrestaurant vandaag gesloten. Het geluid is kapot. Die wisten er. No pancakes today. Uit de kanje pankoeken. Terwijl die was ook. Nee, nee. Oh nee, geen pannenkoeken. En daar kom ik nou net voor. Wat een pech. Roxy, hoe kan je zo suf zijn? Ik kan er toch ook niks aan doen? Ik ben het gewoon vergeten. Jij vergeet alles. Nu geen ontwerp om te laten zien. Ja, sorry. Wacht eens. Ik heb een idee. En zo geweldig was ons ontwerp niet. Beste bezoekers. Helaas, helaas. Pelle's pankoekenrestaurant is nog steeds gesloten. Het vanuit is nog steeds kapot. De visters. Nou, pancakes today. Uit de kleine pankoeken. Swaski, gula, net. Oh nee, hè? Je had het niet, Erik? Ja, nou en op. Kom achter die kunstenares aan. Dames en heren, welkom bij de Achtbaan Challenge van Attractiepark Ruigrijk. Er is een selectie gemaakt uit alle inzendingen. En die ontwerpen worden vandaag gepresenteerd voor een deskundige jury. Wie wordt de winnaar en krijgt een leven lang gratis toegang tot Ruigrijk en zoveel pannenkoeken van Pelle als hij maar op kan? Dit is de Achtbaan Challenge! Bye.
Hartelijk welkom, dames en heren. Ik stel u voor aan mijn mede-presentatrice Roosje van Doren. Ik kan nog wel 100 jaar kunnen slapen. Dag, dames en heren. Ik stel u voor aan mijn mede-presentatrice Rapontje Staks. Wat fijn dat jullie met zoveel zijn gekomen. Het belooft een spannende dag te worden met deze unieke achtbaan-challenge. Geef ze een hartelijk applaus. Hier zijn de voorzitters van de jury, de directie van Ruigrijk. Jennifer Jones, Denise Jansen en Melissa Fransen. Dank u wel, dank u wel. Hallo, ik begrijp dat jullie met z'n drieën de baas van Ruigrijk zijn. Of is er één iets meer de baas dan de ander? Nee hoor, wij zijn heel gelijkwaardig. En daar bent u het mee eens? Ja hoor, als Jennifer het zegt, helemaal mee eens. Ja, ik ben het mee eens. Een spannende dag, denk ik. Nou en of, wij doen het ook voor het eerst, hè. Meestal ontwerpen onze eigen mensen onze attracties. En wie zijn dat dan? Wat zij zegt, dat zijn onze eigen mensen. Inderdaad, onze eigen mensen. Ja, en deze keer zijn het dus mensen van buiten Ruigrijk die een achtbaan hebben ontworpen. Wij zijn benieuwd wie van hen gaat winnen. Nou, dat weten wij hoor. Hè? Huh? Weet je wie gaat winnen? Jazeker, de beste. Inderdaad, wat zij zegt, de beste gaat winnen. Neemt u maar plaats achter de jurytafel. En wie er ook in de jury zit, dames en heren. U kent haar allemaal. Dat is de beroemde vlogster Monica Kneuze. Applaus! Dag allemaal, dag! Welkom Monica. Ik begrijp dat het erg goed gaat met je carrière. Niet normaal meer, het gaat geweldig. Maar, heb je ook verstand van achtbanen? Nou nee, ik heb sowieso nergens verstand van. Maar dat maakt mij niet uit, want 1,5 miljoen volgers, of niet dan? Zo is dat. Monica Kneuze, dames en heren. Dan gaan we meteen door naar een jury dat vast en zeker wel ergens verstand van heeft. Hier is de bekende professor Dr. Vedder. Applaus! Hallo allemaal, fijn om hier te zijn. Welkom professor Vedder. Zeg, heeft u dat hersenmodel altijd bij u? Jazeker, dan kan ik meteen uitleggen dat hier, ziet u, hier, het creatieve brein zit. Volgt u mij? Jazeker, dat is een mooi bruggetje naar onze eerste creatieve kandidaat. Weer terug naar Rapontje. Dit is de Achtbaan Challenge. We beginnen met de eerste kandidaat. Dat is ingenieur Bea Bouwval. Applaus! Nou Bea, brand maar los. Wat hebben we hier? Dat lijkt me duidelijk. Ik vond de 8-baan toch een beetje afgezaagd, dus ik heb de 9-baan uitgevonden. De 9-baan? Jazeker. Ik zal het even uitleggen aan de hand van deze maquette. Kijk, hier beneden stappen de mensen in een karretje en dan gaat het langzaam omhoog. Helemaal tot het hoogste punt. En dan gaat het keihard naar beneden. Woesh. En woesh. Leuk hè? Kijk, bij dit gedeelte hier is er intussen een klep dichtgeklapt, waardoor het karretje nu cirkels blijft draaien in het rondje van de 9. Zo. Gaaf hè? Hup, weer over de kop. Woesh. En hup, weer over de kop. Jiha! Wow. En hoe komen ze er dan weer uit? Eruit? Nee, dat kan niet. Dat kan niet? Dat is juist het mooie van de 9-baan. De eeuwigdurende attractie. Waanzinnig hè? Ja, dat klinkt zeker als iets compleet nieuws. Laten we gauw kijken wat de jury ervan vindt. Over naar Roosje. Dankjewel, Rapontje. Allereerst directie van Ruigrijk. Wat vonden jullie hiervan? Nou, Roosje, dit is sowieso de allerbeste kandidaat. Huh, wat? Tot nu toe. Is het andere directie het daarmee eens? Ja, zeker. Wat Jennifer zegt. Ik heb het berekend en volgens mijn berekening wil deze achtbaan niet. En wat vind jij ervan, Monica? Ik snapte er helemaal niks van, maar kijk eens van het fantastische uitbuskier heb ik van de Merk Chanel. Onmisbaar hoor. Mag ik even? De mensen, dit is wetenschappelijk volstrekt onverantwoord. De mensen in de 8-baan... 9-baan. Excuus. De mensen in de 9-baan zullen toch een keertje moeten eten of drinken of naar de wc. We gaan gauw verder met de volgende kandidaten. Dit is de 8-baan challenge. De volgende kandidaten zijn twee jonge mensen die een geniaal idee hebben voor een nieuwe 8-baan. Tenminste, dat zeggen ze zelf. Een applaus voor Bea van Buren en Jort Zolder. Welkom Jort en BH.
Ja, waasje. BH staat op mijn naam. Wijnald Hilarius van Buren tot Noordeinde en Soezijk. Prachtelijke, aardige naam, nietwaar? Ja, zeker. Maar... Auw. Hé. Hey. Ach, stond ik op je vlek, schat. Geintje. Haha, ja, is een wolfpartner. Laten we het over jullie ontwerp hebben. Ik zie dat jullie geen schets of maquette hebben meegebracht. Jawel, waar heb ik het nou? Ah, hier. We hebben het op een bierveeltje gepent. Zeg Jort, in welke soos was je ook alweer? Al sla je me dood. Nee, geintje. Volgens mij was het in die tent op de Herengracht. We hebben nog op die tafel ging staan en toen... Ja, hoor maar kerel. Dat hoeft niet iedereen te weten. Kijk, wifi, onze idee zit vooral in ons hoofd. We hebben namelijk iets heel hips bedacht. De rollenprank of de prankcoaster. Het idee is een achtbaan waarbij verschillende dingen kunnen gebeuren. Bijvoorbeeld dat je beugel in een keer loskomt. Lachen. Dat je karretje plotseling achteruit gaat rijden om te gillen. En het mooiste is, de rit wordt livestream op het internet. Al zakt je broek af, het staat op het net. Oh ja, dat gebeurt er op de Herengracht. Lachen. Zeg nou zelf, wifi, hipper wordt het niet. Ja, zeker. Dat klinkt zeker als iets compleet nieuws. Laten we kijken wat de jury van vindt. Roosje? Word eens wakker, Roosje! Hè? Wat? Hè? Oh, sorry. Het was ook zo vroeg vanmorgen. Directie, was het wat, die attractie? Nou nee, hoe ziet die achtbaan eruit? Waarom is er geen ontwerp, behalve die pilots op dat biervultje dan? Precies wat Jennifer zegt. En jij, Monica? Ah, ben ik weer. Ik zou je graag willen wijzen op deze crème pour beurre. Heel zacht voor je huid, ik gebruik mezelf echt altijd. Ik vroeg wat je van het ontwerp van deze heren vond. Welk ontwerp? Mag ik even? Daar heeft mijn buurvrouw een punt. Er is geen ontwerp, dus is deze achtbaan wetenschappelijk volstrekt onverantwoord. Dank u wel. Terug naar Rapontje. Ja, bedankt deze heren en gaan door met... Auw! Haha, blijf je steen voor je grap, kerel. Lachen! Papier, dankjewel. Dit is de Achtbaan Challenge. De volgende kandidaat is mevrouw Laagvlieger van Parkpret BV. Komt u maar op de stip staan. Applaus. Mevrouw Laagvlieger, best opmerkelijk. U bent een van de weinige vrouwelijke achtbaanontwerpers. Ja, heeft u daar soms moeite mee? Oh nee hoor, integendeel. Nou dan. En u gaat eens iets bijzonders tonen. Iets totaal anders. Namelijk een virtual reality attractie, is het niet? Ja, heeft u daar soms problemen mee? Oh nee, ik vind het juist leuk. Oh, u vindt het leuk. Eindelijk een vrouw die iets ontwerpt en u vindt het leuk. Niet mooi of goed of knap bedacht, maar gewoon leuk. Nou, dat bedoel ik helemaal niet. Ik heb nog niks gezien. Nee, nog niemand heeft iets gezien. Het is erg vreemd dat er toch al een mening over heeft. Ja, nou sorry. Laat u maar gauw uw attractie zien, alstublieft. Dat zou tijd worden. Ik heb dus een virtual reality attractie uitgevonden en een paar vrijwilligers gaan het voor jullie demonstreren. Ja, komt u maar. Hup, hup, dan komt toch wel wat sneller. Ja, ze zitten gewoon nog op elkaar, die stoelen. 2 en 2. Oké, doe de brillen maar op. Hier zijn jullie veiligheidsbeugels. Ja, pak maar aan zo. En daar gaan we. Ik zet de attractie nu aan. Thank you.
dat was het. Doe de brillen maar af. Geef ze een hartelijk applaus, dames en heren, onze vrijwilligers! Mevrouw Laagvlieger, bent u wel tevreden over uw pitch? Waarom zou ik niet tevreden zijn? Het is een schitterende attractie, die aannames van u ook steeds. Ja, sorry, we gaan kijken wat de jury ervan vindt. Over naar Roosje. Roosje, word toch eens wakker? Ja hoor, natuurlijk. Wel, directie? Nou, ik word er al misselijk van als ik naar kijk. Mee eens, Baba. Ja, daar sluit ik me bij aan. En jij, Monika? Ja, wat zei ze? Maar wetenschappelijk zeer interessant, die attractie. Dank u wel, terug naar Rapunzel. Dit is de Achtbaan Challenge. We gaan door naar kandidaat nummer 4. Is kandidaat nummer 4 wel aanwezig? Kandidaat nummer 4! Dames en heren, omdat kandidaat nummer 4 nog niet aanwezig is, is het een optreden van een geweldige artiest, namelijk Glennis Kruijs. Glennis, jij bent aan de beurt. Opschieten! Mijn beurt? Ja? Leuk. Welkom Glennis, zo te zien heb je er zin in. Nou Nof, ik ben zo enthousiast en kan gewoon niet stilstaan joh. Nou, zet hem op. Dames en heren, Glennis Kruijs! Oh.
Hey, kijk nou eens, daar hebben we kandidaat nummer 4. Jij komt van Over de Kop is top.nl, toch? Hoe heet je? Ik ben Jackie. Welkom Jackie, laat maar eens je ontwerp zien. Nou, ik weet niet. Niet zo verlegen, laat eens kijken die achtbaan. Prachtig zeg, laat hem nu maar aan de jury zien. Kan je er iets meer over vertellen aan de jury? Dit is dus mijn achtbaan, hij heet de Wolkenjager omdat hij zo enorm hoog is. En het mooie is, hij gaat wel 8 keer over de kop. Ik zie dat hij ook echt dwars door de wolken heen gaat. Inderdaad, er is daar zelfs een tussenstation, zodat je uit het karretje kunt stappen om het wolkenrijk te verkennen. Pardon, wat zeg je me daar? Ik zeg dat je daar boven uit het karretje... Ik zeg dat je daar boven uit het karretje kunt stappen om het wolkenrijk te verkennen. Grappig. Echt lollig. Ik ben benieuwd wat de jury ervan vindt. Directie? Nou, dat meisje heeft geweldige fantasie. Ik vind het heel aandoenlijk hoor. Eens. Geweldig fantasie. Ik denk alleen van fantasie. En jij, Monica? Over fantasie gesproken. Ik heb hier geleden een goede idee gehad. Die fantasie heet, is dat niet toepasselijk? Waar is de camera? Is je zo goed in beeld? Mag ik even? Die fantasie van Jackie komt doordat haar linker hersenkwap, kijk, die zit hier, heel goed ontwikkeld is. Volgt u mij? Ja, al goed professor, al goed. Jackie, het is een hele mooie achtbaan hoor, maar je hoort het van de jury. Zijn achtbaan kan niet echt bestaan, maar toch bedankt dat je er was. Wat een beeld voor mensen. Ik ben daar helemaal stuk. Ja, zo kun je niet zijn. Voor deze kandidaat is ik niet bang te zijn. Niet serieus, neem je die terug niet. Dames en heren, tot zover het eerste deel van onze Achtbaan Challenge. En het leuke is, we gaan ook het hele weekend door. Graag tot morgen. Tot morgen. Dit is... Zomaar opeens stond zij dus op de stip. Maar nee, Jackie kreeg niet bepaald veel begrip. Ze voelde zich eigenlijk totaal niet gehoord. Men vond haar aandoenlijk en lief enzovoort. Ook noemde men haar een enorme fantast. Een heel schattig, maar ook een ervaren klas. Toch niet iets serieus te nemen, oh nee. En iedereen daar, die lachte maar mee. Och Jackie, zij werd er zo verdrietig van. Maar plots was daar een geheimzinnige man. Die zag haar tekening, bleef even staan en sprak een meisje heel vriendelijk aan. Dag meisje, dat is mooi zeg. Helemaal niet mooi, totaal mislukt. Oh, hoezo? De mensen van Ruigrijk vonden er niks aan. De Wolkenjager, mooi naam ook. Mag die tekening wel hebben hoor, mag ik zelfs verscheuren. Ik hoef hem niet meer. Scheuren? Wacht, kijk. Een rolgooie tekening, hou je anders op. Bonen? Toverbonen. Toverbonen, Jackie. Ja. Wat een rare man. En hé, hoe is het eigenlijk dat ik Jackie heet? Beste bezoekers, helaas. Pellers, pannenkoeken, restaurant zal niet alleen vandaag, maar ook nog morgen gesloten blijven. En vandaag is het nog steeds kapot. Oh nee, hè. Morgen ook nog geen pannenkoeken. Wie wist het? Pellers, kijk, restaurant will be closed today and tomorrow. Keine pannenkoeken. Tundra. Poetin. Dura. Net. Ja hoor, dat kan er ook nog wel bij. Morgen ook nog geen pannenkoeken. Joehoe. Hé, hey, kijk uit! Oeps, sorry, wat vloog daar weg? Mijn toverbonen! Toverbonen? Hi, jij bent de rare. Maar sorry hoor, weet je, ik moet gewoon bewegen. Nou, irritant is dat joh. Nou, doei!
De weer kapot. Ja! Heb je hier pannen met je vliegende tapijt vaak hier? Ja, ja, het is tapijt te oud en ik geen roep ze hebben grote beurt. Misschien beter volgend tapijt private lease. Je doet maar. Raa! Ik ben blij dat de laatste bezoekers weg zijn. Word of niks aan wijs. S'nachts daar kunnen we benen strekken. La la la. Dag heks. Dag vaak hier. Dag goedkapje. Ja, Mandel. Ja, ik dacht, ik ga grootmoeder bij deze koekjes brengen. Voor de verandering. Bij alle donderbussen, landrotten. De grote kaak met elkaar als er geen stoom op deel is. Zeg Willem, doe even kalm, wil je? Kalme zee, stilte voor de storm. Eps, er staat wat te gebeuren. En ik voorspel je een zwaar weer. Alle hens aan dek. We moeten boksen halen. Kapers op de kust. Oh, ik heb genoeg van dat getier. Simslabim, simslaboe, Willem, doe je snavel toe. Landrotten, hè? Zo, die is een paar uurtjes stil. Wat een handige toverspreuk is dat toch? Ze noemen Willem niet voor niets de opvliegende Hollander. Goed gedaan, Hex. Kan er nou echt helemaal niks voor zeggen? Voorlopig even niet. Maar is hij niet zielig voor Willem? Niks zielig. Ik heb schoon genoeg van dat drukke gedoe van hem. En waarom sprak die ongeroeste zeeman? Jullie voelen ook dat als in woestijn, olie in grond. Ik voel het ook vaak hier. De grond begint te trillen. Onheil! Er staat iets te gebeuren. Wacht, er staat natuurlijk een reus die heel veel sneert. Nee, nee, ik denk in de aardbeving. Zijn jullie niet in Groningen? Raar! Thank you.
mijn nachtwakersdienst zit erop. Krijg nou wat, er staat een enorme nieuwe achtbaan. Directeur Jennifer. Ja, mijn nachtwaker Nico. Ik wil u vragen gauw iets komen, ik kan het niet uitleggen. Wat is er? Nou, wat er dan wel is, er staat een enorme nieuwe achtbaan. De grootste en hoogste die we ooit hebben gehad. Heb je gedronken? Nee, ik heb niet gedronken. Heb je rumtaart? Nee, ik heb ook geen rumtaart gegeten. Kom, gauw. Kijk, daar zijn we al. Als het moet, kan het vlug gaan. Dat is heel snel, maar kijk! Wow! Ik geloof mijn twee ogen niet. Ik geloof onze vier ogen niet. Ik geloof onze zes ogen niet. En toch staat hij daar. Wat is dat voor een ding? Dromen of zo. Het is ook zo vroeg. We zagen hem al van heel ver boven de boom uitsteken. Hij steekt zelfs boven de wolken uit. Maar hoe kan dit? Als jij het niet weet, dan weet ik het al helemaal niet. Zie je dat bordje daar? De wolkenjager. De wolkenjager, dat zegt me wel iets, maar wat? Ja, er ringt een belletje. Ik kan er ook niet op komen. Wat fantastisch! Mijn achtbaan, mijn wolkenjager, wauw! Jackie, nu weet ik het weer! Heb jij die gebouwd? Ach, wat is die mooi. Ik ben... Was dit niet jouw ontwerp? Inderdaad, en hij is precies zoals ik hem getekend heb. Helemaal te gek! Hoe kan ik dat hij er nu al staat? Eén nacht! Het is fantastisch. Maar hoe kan dit? Ja, vertel eens. Nou, Zag, we hebben een aanspreekwoordelijk fietshanger. Dat ding is zelfs compleet afreus. Als wij vlug nou een glaas hadden genuttigd, had ik het wel begrepen. Hoe doet die verripte rollercoaster daar? Mag ik even? Een achtbaan die in één nacht is gebouwd is niet wetenschappelijk. Oh, kom dan niet zo vaak voor. Ik heb er geen verstand van. Gaaf hè, dat is mijn achtbaan en hij gaat wel 8 keer over de kop. Nou, ik ben er ondersteboven van. 8 keer ondersteboven, hoe vet is dat? Kun je wel vet noemen, grappetje. Nu kunnen wij wel inpakken. Oh, ik heb wat een rondje hoor. Dat is geen echte achtbaan, maar een hologram. Best goed gedaan, maar mijn fokje niet. Ik zag het meteen. Zeg directeurtjes, ik pik het niet. Ik zit niet voor niks weken, nee maanden mijn pitch voor te bereiden. Terwijl jullie natuurlijk al lang dit rare plantje hebben bedacht. Schandalig. Inderdaad, we zijn voor de gek gehouden. Wij hebben niks mee te maken. Helemaal niks. Je lijkt verrakte vulk een ordinair puberstaat stunt. Wij eisen schadevergoeding. Schande! Belachelijk. Wij wisten ook van niks. Wij blijven staan. Ik maak hier werk van. Dit is niet waar. Dit kunnen jullie gewoon niet aanmaken. Zij kunnen er ook niks aan doen. We laten ons niet voor jullie karretje spannen. Karretje! Kijk, Jackie, ze gaat naar boven. Zit in het karretje. Mag ik even? Een bemande proefrit is niet wetenschappelijk. Dat er maar één karretje was. En daar is Jackie en mee naar boven. Wacht nou, baas. Straks krijg je nog pijn aan je voeten. Oh, het is vreselijk. Ik kan nog steeds niet stilstaan. Gek word ik ervan. Sorry, Dennis. Wij hebben wel andere problemen. Maar zeg, is het niet een beetje erg dan voordat Jackie terug is? Zo'n enorme achtbaan, hè? Zeg, weet je nog wat die bel om zei op die achtbaan? Dat hij boven kon uitstappen om een kijkje te nemen in de wolkenrijden. Mag ik even? Dat is wetenschappelijk volstrekt onverantwoord. Je kunt niet op de wolken lopen. Ja, zoals een spreuk van de boodstaak. Lachen. Gaat het over Jackie? Wat grappig. Die had het gisteren over bonen. Toverbonen. Alsof die bestaan. De toverbonen! Zeg, ik weet dat Ruikijk magisch is. Maar zo magisch? Mag ik even? Sprookjes zijn wetenschappelijk volstrekt onverantwoord. Niet zo makkelijk, dat bestaat niet.
Jackie, kom nou naar beneden. Het duurt al veel te lang. Wat jij doet, dat kan niet waar zijn. Stop met dat te doen. Dank u wel. Hallo allemaal, het is geweldig. Hopelijk maakt niemand zich zorgen om mij, want ik blijf voor altijd in het wolkrijk. Groetjes, Jackie. Mag ik even, dat is wetenschappelijk volstrekt onverantwoord. Alles gewoon een sirene. Vaak hier, voor de kabaal. Daarvoor zou je de meeuwen door de zee vallen. Ik geloof mijn slang is ook al dood. Dat zal me niks verbazen, wat een kattengejank. En Willem Siep, jij hebt teruggevonden van je stem. Jazeker, ik ben die toverspreuk van niks meer dan beu. Ik zal haar morgens leren. Willem Siep, Willem, ik maak misschien slaappillen van hersensoep. Ik ben een mooie prijs voor jou. Nee, nee, gewoon een vatje buskruit tegen je huisje en boem, het zal je stormen. Bouw de vaart, Pakkie. Wacht nou, baas, je loopt te snel. Mevrouwtje, maar kan mooi dansen. Dankjewel, maar praat me niet van. Ik ben zo vreselijk moe, maar kan je weer stoppen met bewegen? Bekend probleem. Bekend probleem? Jazeker, ik verstand van hebben. Dat komen de schoentjes. Wat is er mis met mijn schoentjes? Verkille kleur. Rood schoentjes tekenen. Dansen. Wacht, ik heb niks voor jou. Ik over schoenen doen. Oh, ik ben doken. Zullen we het echt helpen, denk je? Jazeker, probeer maar. Oeps, nee, ik geloof niet dat het werkt. Nee hoor, ik kan nog steeds niet stilstaan. Dankjewel, meneer. Wacht, mevrouwtje, misschien gewoon beter. Wacht, mevrouwtje. YouTube-ster en influencer. Ach, dat is toevallig. Ik kan ook niks. Ha, Roxy, wat een waanzinnig ding, hè? Fantastisch, achtbaan. Ik hoop dat we er ooit in mogen. Luister, de kandidaat van de challenge zijn laaiend. Bovendien is er een meisje verdwenen. Dit is geen goede reclame. Straks staan we finaal voor Schut. Heb jij misschien een goed idee? Ik? Ja, echt, vertel. Vraag advies aan Nico. Goed idee. Nico. Oh. Ja, wat is er? Wat er is? Die rare nieuwe achtbaan waar wij niet om gevraagd hebben. En wat doen we Jackie, die daar bovenin zit? Ik denk dat allereerst iemand de muis eruit moet halen. Goed plan. Wacht, ik ga het meteen regelen. Intussen moeten wij het heel stil houden voor de pers. Helemaal mee eens. Wat doe ik nou? Ben je stil voor de pers? Ik stuur het net op al live voor het internet. Oh nee, hè? Jullie willen het stilhouden? Wij hebben al foto's geplaatst op onze website overdekoppenstop.nl. Ja, sorry. Hier gaan we zoveel views mee krijgen. Reken maar dat de journalisten hier de deur plat zullen lopen. Dit is wereldnieuws. Oei, oei. Dit gaat helemaal fout. Ja, helemaal fout. Ik vrees het ook. Ik heb wel het geregeld. Zeg, als nieuws nu eens heel stilhouden. Nou, vergeet het maar. Wij hebben het ook al lang aan de grote klok gehangen. Luister, de burgemeester van het kat is ook alweer hier. Die gast is razend. Dat wordt lachen. Jullie denken nog steeds dat wij iets met die achtbaan te maken hebben. Natuurlijk, dat is belachelijk. Dat zeg ik toch, lachen. Wij zijn nog steeds van mening dat die hele challenge doorgestoken kaart is. Het slaat echt nergens op. De challenge is heel eerlijk verlopen. Ik word hier zo moe van. Het slaat echt nergens op. Jullie zijn gewoon jaloers. Ja, is het al in te maken? Jullie zijn zo
dat scheelt even voor Harry, hè? Vreselijk, wat een heksenketel. Ik heb nu wel mijn applaus verdiend, of niet dan? Ja, ja, dankie. Dank u wel. Het is al goed. Gelukkig heb ik mijn stem weer terug, Poepoe, die rare heks ook altijd. Ah, dat zijn de alpinisten, de bergbeklimmers. Fijn dat jullie zo snel zijn gekomen. Toerig, toerig, ik ben Helmut en hij hier is Heinz. Wie is God? Wij zijn een zie, aber wij hebben rijke gezelschappen gezien, hè Heinz? Nou Helmut, vele malen rijke. U had ons nodig? Ja luister, daarboven in die achtbaan zit een klein meisje was. Ik wil jullie vragen naar boven te klimmen en het meisje naar beneden te halen. Aha, dat lost voor u op. Geen enkel probleem. U weet dat wij die beste zijn. Dat stimmt, die allerbeste. Nou fijn, kunnen jullie meteen naar boven gaan? Natuurlijk, natuurlijk. Aber niet zonder een goede voorbereiding. Nou, veiligheid voor alles. Natuurlijk is een goede voorbereiding belangrijk als jullie me opschieten. Ah, mensen van de directie, ik moet u wat vertellen. Heel even, mevrouw Bouwval. Houd het kort. Die achtbaan waar iedereen het over heeft, ik denk dat het gewoon een hologram is. Maar we hebben Jackie toch naar boven zien gaan. Inderdaad. Nou, ik denk dat die Jackie ook een hologram is. Een hologram? Wat is dat dan? Jackie, een hologram? Dat kan toch niet? Jawel hoor, ik ben laatst op mijn show geweest met Elvis Presley die... Ja, ja, laat maar. Ah, daar hebben we onze burgemeester. Welkom. Hoe is het met u, burgemeester? Dag burgemeester, ik ben niet zo blij. Inderdaad, niet blij of zacht uitgedrukt. Want eerlijk gezegd ben ik woedend over dat daar. Is er een vergunning afgewezen voor dat bouwwerk? Nee. Is er sprake van geluidsoverlast? Hoogwaarschijnlijk ja. Is er sprake van horizonvervuiling? 100%. Moet dat gedrocht afgebroken worden zo snel mogelijk. Ondermijnen en neerhalen. Regels zijn regels. Maar dat meent u toch niet allemaal burgemeester? Oh ja, ik meen het wel. Ik laat het ploffen erin. Maar burgemeester, dat kan niet. Dat kan je niet maken. Er zit daar een klein meisje. Dat zijn natuurlijk bakenpraatjes dat jullie dat illegale bouwwerk niet af te breken. Bovendien is dat meisje een hologram. Ze bestaat niet echt. Oh, ze is niet echt? Je hoort helemaal mooi. Precies wat ik dacht. U probeert mij van mijn plan af te houden. Door een meisje in uw zin dat helemaal niet bestaat. Maar burgemeester. Oh nee, ik wil er helemaal niets mogen horen. Ik was woest. Maar nu ben ik woedend. Nee, razend. Sterker nog, ik ben ziedend. Goeiedag verder. Zo, dat is ook opgelost. Oh ja, sukkel. Oeps, ik moet er vandoor. Kom maar meer! Ah! Ik word hier toch zo moe van. Blijf nou eens staan. Blauwe laarzen helpen ook al niet. Ik kan gewoon echt niet stilstaan. Dan ik het ook nog weten, mevrouwtje. Mij spijten. Zo, alles controleerd. Ik laat de schoen. Hey,
Zijn jullie nog steeds niet naar boven gekomen? Die voorbereiding is uiteindelijk wel klaar, hoop ik. Ja, toerig, Aber. Was Aber, wat maar? Niet zonder een liedje. Een liedje? Nou, nooit naar boven zonder een liedje. Maestro, staat die muziek? Ja. Bergen is ons leven, een pikkel en het touw gaan met ons mee. Klimmen kunnen wij echt als de beste, en wij vallen dan ook nog naar beneden. Hangen wij dan ergens aan de rotswand, dan zingen wij daarbij op lage lied. We kunnen lage maar ook open tonen, waar iedereen dan heel erg van geniet. Soms wordt het wat te dol, krijg ik het in mijn bol. Dan roepen voor de lol, yo de la hi, yo de la hi, yo de la hi. We klimmen eens omhoog en dan weer naar beneden. Yo de la hi, yo de la hi. We klimmen heen en weer, we zijn nog lang niet moe. Het kan wel eens een enkele keer gebeuren, dan kijk je om en wat is het geval? Sta ik nog van mijn uitzicht te genieten, ben ik al ergens in een ander dal? Met touwen zijn we aan elkaar verbonden, soms voel je dat de touw op spanning staat. Ben ik ooit geklommen tot het topje, en bemoor ik nog ergens onderaan. Als ik jou niet zie, en jij ziet mij ook niet, dan roepen wij elkaar, yo de la hi, yo de la hi, yo de la hi. We klimmen eens omhoog en dan weer naar beneden. Yo de la hi, yo de la hu. We klimmen heen en weer, we zijn nog lang niet moe. Ja, lieve mensen, dat is gezellig, hè? En nu even met z'n allen. En 1, en 2, en 1, 2, 3. Yola, 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 yola. Het was een erg leuk liedje, ik geef het toe. Maar nu gaan jullie naar boven, hè? Oh, oh, nooit naar boven met die lege maag. Nou, we zullen eerst een stevige maaltijd nuttigen. En dan zie je misschien pannenkoeken. Nee, nee, van huis is kapot. Dan nemen we een grote frietzak. Ja, een grote frietzak. Yoda Iti. Dotti. Iga Baunga. Ho. Ja, mis en heer, ben je niet op?
omstandigheden zal Pelles, Pankoek en Ressel hun even gesloten blijven. Au! Sorry, gesloten. Au! Wat een enorme knal was dat? Nou en nog, een hele kaboom, ouwe landrot. Maar ik was het niet hoor. U was het niet. Maar meneer Willem, ik heb gehoord dat u die man bent met de stad van Springstof. Jazeker, kijk eens, chock vol bluskruid. De grote kraak met mijn kraak als je hier geen aardig gaatje in de boeg mee kan schieten. Nou mooi, ik heb namelijk een klus voor u. Oh, ik wou net dat snoephuis gaan opblazen. Maar u mag wel eerst hoor, het kost u 1001 ducaat. Oh ja, is goed, stuur maar een tikje naar mijn gemeente thuis. En wat laten we ontploffen, ouwe kustvaarder? Een piraatschip? Een vijandig fort? Nee, die achtman daar. Oh, nou ja, ook best. Mooi. Morgen, voor dag en nauw, gaat het gebeuren. Weet je, ouwe landrot, er is niks zo mooi als een lekkere boom. Een boom? Nou en nog, een lekkere luide boom. Opeens roestig, is het probleem over? Ja, het lag al die tijd niet aan mijn schoentjes. Ik moest gewoon hoog nodig. En ik kan maar denken, licht en schoentjes. Spook is niemand te zijn geweest. Oh, zo dan. Zo gaat het niet meer gebeuren vandaag. Ja, u ziet het dat het wel snel donker wordt. Maar zo zit hij dan ook zo lang friet eten? Ja, dat was omdat er geen pannenkoeken waren. Oh. En nog werkgroenen is zeker voor jullie. Stief, morgen die laag. Gek word ik van die gasten. Helemaal gek.
verschrikkelijk, Roxy. Vreselijk dat je hem nu moet missen. Ik kan me bijna niet voorstellen hoe je je nu voelt. Vind je het zo sneu? Als het mij zou gebeuren, ik zou niet verder kunnen leven. Maar toch gaat het leven door. Ook al is het veel minder leuk zonder hem. Ik heb echt wat te doen. Er is niks werk als je mobieltje kwijt zijn. Ik weet gelukkig wie mijn telefoon heeft. Dit is Jackie. Ik was hem vergeten terug te vragen. Tja, je vergeet wel eens wat. Die Jackie zit er ergens op die hoge achtbaan. En zij neemt niet op. Wij hebben jouw nummer al 20 keer gebeld. Weet je wat? We blijven nog in het park. We laten ons stiekem opsluiten. Waarom? Kijk, Roxy, er gebeuren hier rare dingen s'nachts. Die achtbaan kwam uit de grond, toch? Slim idee, Ron. S'nachts lossen we het mysterie op en vinden we misschien die Jackie terug. En mijn mobiel? En jouw mobiel. Kom. Even geduld in verband met een rolstoel. En daar gaan we weer. En zo ging ook deze dag heel snel voorbij. Een vreselijk onheil kwam steeds dichterbij. De burgemeester riep nog maar één keer: die nieuwe attractie, we halen hem neer. Dus Willem de Zeeman zei zeer vastberaden: ik sta morgen vroeg op en ik krijg geen genade. Een lomp en een blam en ik blaas onvervaard die donderdse achtbaan compleet van de kaart. De tweede nacht viel en men kreeg het benauwd. Daarboven zit Jackie, straks gaat het nog fout. Heeft iemand een plan? Wie haalt haar terug? Al Jackie, kom toch naar beneden en vlug. We zoeken Jackie. En mijn mobiel. Jackie heeft een grote achtbaan gemaakt. Ja, die. Ik jullie vertellen. Achtbaan Leenhoofd. Jackie, hele goede fantasie. Dag, vaakje. Heb je bezoek? Ja, deze jongelui zoekt een kleine meisje. Aha, jullie zoeken Jackie. Dat meisje dat nu in het wolkenrijk zit. In het wolkenrijk? Ja, daar zit ze nu. Dat niet goed. Zij moet naar school. Leren voor later. Ra! Wat hoor ik daar? Als een mensenkind dat niet naar school wil, het wel kunnen, maar het niet willen leren, het is ook altijd hetzelfde. Ja, heks. Zeker wel achtbanen wou worden. Dus. Wel een leuk beroep, toch? Leuk beroep, ja. Maar denk je dat ik ineens kan toveren? Nee hoor. Ik heb jarenlang met mijn neus in de boeken gezeten. Alle terbespreuken uit mijn hoofd geleerd. Urenlang boven de ketel gehangen. Alle kruiden bestudeerd. Niks komt vanzelf. Denken jullie ik kan zo over spijkers slapen? Nee. Kost veel tijd, toch? Ik eerst op één spijker slapen. Auw. Maar goed.
ik dan op 2 spijkers slapen. Oei, oei, maar gaat goed. Nu ik op 1000 spijkers slapen. Heerlijk, niets komt vanzelf. Haha, goed verhaal, Vakir. Lekker kort ook. Die Jackie Fiel heeft een rijke fantasie. Niks mis mee. Maar ze moeten eerst leren hoe ze echt een achtbaan bouwt. Dat klopt, Hex. Grootmoeder zegt altijd, niemand speelt even goed piano van de een op de andere dag. Dat zijn wijze woorden, het kapje. Hallo, wie bent u nou weer? En weet u waar mijn mobiel is? Hij, meneer van Toverbonen, pakt de beest helemaal verkeerd uit. En wat als die rare op je van de... En wat als die raar op je van de Hollander morgen de bol opblaast? Oei oei, dan ontploft de achtbaan met Jackie erbij. Je staat ook nou heel de nacht over te pieken. Hier, geef dit aan Jackie. Ja, maar hoe dan? In dit boek kan Jackie lezen hoe zij haar talent kan ontwikkelen. Hier vindt zij alles wat zij nodig heeft om later een echte achtbaan bouwen te worden. Ja, maar als Jackie niet naar beneden komt? Ja, dat durf ik niet aan te denken. Ik ook niet. Dat is goed. Zij moeten naar school. Leren voor later. Bij uiterste best moet Jackie naar mee te halen ook. Goed, dank jullie wel. Kom! Vaak hier. Vlieg naar Jackie en zeg dat ze zo snel mogelijk van haar wolk afkomt. Nee, nee. Heks, jij toch weet, het kleed is kapot. Zeg, Heks, kan jij niet naar boven vliegen? Nee, nee, ik vlieg al lang niet meer sinds ik hoogtevrees heb. Oei, oei. Wat kunnen we nog meer verzinnen? Die kan er zo hoog komen. Ja, ik weet iemand. Er is maar één iemand die zo hoog kan komen. Kom, snel! Nou ja, over wie heeft ze het? Ik kan een flauw idee hebben. Jackie, ben je nog wakker? Ja, wauw, bent u de echte langnek? Jazeker. Ik wist niet dat u zo hoog kon komen. Haha, ik wist niet dat jij zo hoog kon komen. Maar luister, ik begrijp dat je later achtbaanontwerper wil worden. Nou, dan heb ik goed nieuws voor jou. Beneden ligt een mooi boek voor je klaar. Het boek van die meneer die jou ook die jou ook die toverbonen heeft gegeven. Je weet wie ik bedoel, hè? Dat boek zal jou helpen om later echt een mooie attractie te maken en geen luchtkastelen. Dus Jackie, ga naar beneden, nu het nog kan. Nee, ik blijf liever hier. Dat is niet slim, meisje. Met de hulp van dat boek kunnen al jouw dromen echt uitkomen. Hey, beloof je dat je er goed over na zal denken? Weet je... Met je hoofd in de wolk is prima, maar het voelt nog beter met je voeten op de grond. En hé, als iemand het kan weten, dan ben ik het. Haha, nou, dag Jackie. Dag Langnek en ja, wat? Dankjewel. Geen dank, dag Jackie. Dag Langnek. Je ziet torens en kastelen, gaat langs trappen en portalen. Hoog in de wolken loop je door de marmeren zalen. Je rent onder hoge poorten en door lange gangen. Luistert naar het galmen van elfengezangen. Moet je achterlaten waar je zo van houdt in je fantasie. Is het zo vertrouwd? Je ziet vliegende draken met prinsessen op hun ruggen. Er was eens en ze leefden nog lang en gelukkig. Moet je achterlaten waar je zo van houdt? In je fantasie is het zo vertrouwd. Hier, 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 hier
zo van houdt in je fantasie, is het zo vertrouwd. Het was fijn hier, mijn droom. Je gaat nu een nieuwe weg, verder op een ander spoor. Koester en gedachten lezen, denk maar in mijn zon. Met je hoofd in de wolken, en bij je voeten op de grond. Zit je er doorheen, word je een beetje moe. Het was fijn hier, mijn jongen. Je gaat nu een nieuwe weg, verder op een ander spoor. Koester in gedachten, lees het plek waar je vlak stond. Met je hoofd in de wolken en bij de voeten op de grond. Hey, een mobieltje. Oh ja, van het meisje van over de kop is stop.nl. Wow, wat een boel gemiste oproepen. Kijk, telefoon met jouw nummer, Roxy. En, Jackie? Hoi, met Ronnie. Ben jij dat, Jackie? Ja. Luister, je moet zo snel mogelijk naar beneden komen. Ze gaan Achmed opblazen, met jou erbij. Ach, dat zou toch gewoon meevallen? Nee, dat valt niet mee. Geef eens. Jackie, wij hebben die meneer moeten jou die toverbonen had gegeven. Hij heeft ons nou een mooi boek meegegeven. En die willen we graag aan jou geven. Het boek? Ja, daar weet ik van. Maar dan moet je wel eerst naar beneden komen. Oh, nou, dat weet ik nog niet zo zeker. Doe nou maar wel, Jackie. Ik kom mijn telefoon terug hebben. Oh ja. Jongelui. Ik zou meer jullie deze plek onmiddellijk te verlaten. Opploffingsgevaar. Wegwezen hier. Regels zijn regels. Kan er niet even wachten? Ik dood geen tegenspraak. Wegwezen hier. Mijn grote kraak moet me kraken als dit geen mooie boem wordt. Jackie, schiet op! Beste bezoekers, ik heb geweldig nieuws. Ik ben weer beter en ik heb een nieuw knuis. Pelle's Pannenkoekenrestaurant is weer geopend. De visitors. Wie haar opa bent, dat zie ik. Wie haar pannenkoeken. Toeples, goed niet. Lekker, lekker. Zeg pannenkoekenbakker, dat gaat ook voor jou. Wegwezen hier. Regels zijn regels. Kom, ga me z'n aftellen. Meneer burgemeester, wacht eens hier nog heel even. Te laat, kom. 6, 5, 4, 3, 2, stop! Oef, we waren net op tijd. Ja, zeg dat wel. Wat is er dan? Je zit daar boven een klein meisje. Een klein meisje? Oh, jawel, maar dat is een hologram hoor. Een hologram? Oh, dan. Nee! Is toch niet? Ik weet het ook niet, baas. Bij alle flessen rug. Er zat een echt een klein meisje in dat ding. Ja, hoera! Zij leeft! Gelukkig. Ik weet het niet meer. Maar wat ben ik blij? Wauw,
hologram lijkt wel echt knap gemaakt, zeg. Toen ik hoorde dat Pelle's Pannenkoek in het restaurant weer open is, wist hij dat het tijd was om naar beneden te komen. Maar eerst... Supertje had nog een dag zonder biotop nooit uitgehouden. Dankjewel, mooi boek, zeg. Kijk eens, Jackie, voor jou de allereerste pannenkoek. Dankjewel. Willem, heb je weer wat doms gedaan? Goed werk, juist. Hij heeft die illegale achtbaan neergehaald. En dat vind ik niks. Het was toch maar een luchtkasteel. We gaan zo snel mogelijk een nieuwe achtbaan maken. Maar dan in echte. Een net zo hoge, net zo grote. Een mooie achtbaan die wel 8 keer over de kop gaat. Denise, zeg je nou echt dat je zelf iets zinnigs? En het is nog een goed idee ook. Wie het zegt, ik sta er zelf ook versteld van. Beste mensen, dat is nog een reden voor een feestje. Ja, vanmiddag gaan we vrolijk verder met... De Achtbaan Challenge! Opeens ging het allemaal heel erg vlug. De baan stortte in, maar Jackie was terug. 2 tellen later of het was fout gegaan. Ze lachte en dacht, wat een heerlijk gevoel. Zij wist nu nog beter wat zij worden waren. En hoe ze dat doel voor elkaar krijgen zouden. Door keihard te werken, te leren en zo. Want niemand wist, Jackie, die krijgt het cadeau. Ooit wordt zij ontwerpen, wordt het haar brood. Het kind werd volwassen, Jackie werd groot. Met het hoofd in de wolken, voltaan soms zij met bar in de benen, rotsvast op de grond. Hé, hey, dat is die man die mij die toverbonen gaf. Oh, hij is meneer Pikker. Hij is de grondlegger van ons park. Hij is met zijn geweldige talent uitrijd gebouwd. Helaas is hij al meer dan 30 jaar geleden overleden. Al lang overleden? Juist, ja. In ieder geval heb ik nu zijn boek. En ik voel dat het me ver gaat brengen, nog veel verder dan het wolkenrijk. Mag ik even? Je moet er blij van, want dit is nu echt wetenschappelijk volstrekt verantwoord.
Dat is gezellig, hè? En nu even met z'n allen. En 1, en 2...